De Nederlandse ambassade heeft gisteren het startsein gegeven voor het internationale filmfestival dat plaatsvindt in het kader van de Pride Month. In TBL Cinemas draait elke donderdag een documentaire of speelfilm die wordt aangeboden door een ambassade uit Nederland, Verenigde Staten, Canada en Frankrijk. Gisteren is een documentaire over de extravagante drag queen lady Galore afgedraaid. Zij is in Europa een begrip vanwege haar oogverblindende verschijning, maar ook om haar jarenlange inzet voor zichtbaarheid en saamhorigheid van LGBT's. Dit jaar kunnen bezoekers een blik over de grens werpen via dit internationale filmfestival tijdens de Pride Month. Wij brengen u een fragment uit de documentaire Galore. Zwart lijkt me een beetje donker. Ik heb niet zwart. Je hebt wit, je hebt geel. De foto die we vandaag doen is omdat ik dus als goed is heel veel afvallen door een gastric bypass operatie. In feite maken ze je maag klein. En dat heeft als effect dat je in ieder geval aan het begin heel snel gaat afvallen. En daarna moet je je levensstijl, je eetpatroon voor dat hele leven wel aanpassen. Maar je moet op dat punt komen voor jezelf dat je daar aan toe bent. En ik denk dat ik dat wel ben nu. Drag queens zijn personen die zich kleden en opmaken alsof zij behoren tot een ander geslacht dan waarin zij geboren zijn. Voor sommigen is drag een creatieve uitlaatklep, voor anderen een vorm van kunst. Galore won de publiekprijs voor de beste documentaire tijdens de Roze Filmdagen in Amsterdam. De grote eer om de Honorary Award te mogen doorgeven. Ik adoreer deze vrouw. Zij verdient dit uit de grond van mijn bitter verzuurde hart. Zij heeft Frank hier op de bank gezet met haar Frank niet uit de kijk hoor! En dit is eigenlijk een dingetje. Dan ga je dinsdag onder het beste. Dus het moet eigenlijk ook voor jou. Alsjeblieft, nog even op de val en kan je ze uit. Bedankt, heren. Over het scherpas. Lekker! Straks word ik een heel lelijke drag queen. Dan word ik heel lelijk wijf als ik daar afgevallen ben. En dan doe ik mijn make-up en denk ik, gadverdamme vrouw, moet dat nou? En dan denk ik misschien wel over die maanden van nou. Ik ben blij, ik ben dun. Misschien vind ik wel een man en vind hij van helemaal niks. En dan zet ik hem aan de kant. Pak een nieuwe man. Ik heb geen idee hoe. Nee, ik kan me niet een leven voorstellen zonder Lady Galore nu op dit moment. Dames en heren, uw winnaars! Een fragment uit de documentaire Galore. Deze is afgedraaid als aftrap van het internationale filmfestival in het kader van Pride Month. Elke donderdag wordt er een film of documentaire van een ambassade afgedraaid in TBL Cinemas. Galore is aangeboden door de Nederlandse ambassade.